We beginnen heel scherp aan de wedstrijd, krijgen genoeg kans eigenlijk om uit te lopen naar 2-3-0. En, vlak na rust eigenlijk ook nog en dan blijft die 2-0 eigenlijk iets te lang uit. En dan wordt het wat minder en dan komt Heracles ook meer. En krijgen zij een paar kleine kantjes, speldenprikjes. Maar uiteindelijk scoorde 2-0 en is de wedstrijd op slot. Dus die 2-0 kwam wel op een lekker momentje. Maar ik vond wel dat jullie na die 1-0 wel heel ver terugvielen. Lag dat aan het feit dat jullie Heracles ruimte wilden geven, zodat jullie ruimte kregen voor de counter? Of werd Heracles gewoon sterker? Dan hadden jullie daar meer moeite mee? Nee, het verschil was zo groot. Nee, we zakten wel iets meer in. En, ik weet niet, het is toch wel vaker voorgekomen bij ons dat we na een voorsprong iets achterover leunen. En dat mag eigenlijk niet, maar het is aan ons om daar weer op te reageren en de volgende keer na een voorsprong weer door te trekken. Heeft het er ook mee te maken dat jullie zoveel zelfvertrouwen hebben dat je weet, wij scoren toch iedere wedstrijd wel een aantal keer, dus die goal komt wel? Nee, zo denken wij absoluut niet. We weten dat we de afgelopen wedstrijden veel hebben gescoord, maar het komt natuurlijk niet vanzelf. We moeten daar gewoon keihard voor knokken. En, we gaan absoluut niet denken van het komt wel goed, want dan ga je er mis in, denk ik.